Nou, hey. Ik was net naar je op weg. Nou, loop maar even mee anders. Ja. Kunnen we misschien even hier praten, onder vier ogen? Of weet die huisgenoot het ook? Oh nee, zeker niet. En dat is ook echt niet de bedoeling. Sorry hoor, maar ik vind echt dat Bing het moet weten. Nou, sorry hoor, maar ik vind echt van niet. Oké, jij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Het is jouw lichaam, dus waar ben je bang voor? Nou, als ik toch het laatste woord heb, dan kan ik net zo goed niks zeggen, toch? Zo, hij heeft er recht op. Ik heb er recht op om erover na te kunnen denken, Rick. Zo, dat je hem straks voor het blok kan zetten? Ik heb geen keus. Ja, die heb je wel. Die heb ik helemaal niet. Hij wil niet met mij verder. Ik ga hem niet onder druk zetten met een zwangerschap. Waarom niet? Misschien is dat wel wat hij nodig heeft om uiteindelijk voor jou te kiezen. Ik wil niet dat hij op die manier voor mij kiest. Ik wil dat hij voor mij kiest en voor Lana. Als hij mijn dochter niet kan accepteren, dan kan het nooit iets worden tussen ons.